We staan op de Korenmarkt tussen de Ethos en de Blokker. En er is vanmorgen een gaslek geconstateerd. Werknemers van de KPN waren met hun leiding bezig. En toen zijn ze op het gaslek gestoten. En zoals je nu kunt zien zijn de werklui bezig van de Kogas om de leiding op te graven en het gaslek te dichten. Het zal nog wel enige tijd duren, maar ik heb toch wel vertrouwen in het vakmanschap dat het allemaal goed in orde komt. Het was niet zo'n vreselijk groot gaslek, maar het is in ieder geval wel iets dat zorg en aandacht nodig heeft.